Ik ben dus onderweg naar Cindy. En Cindy en ik... Ik heb een instant. Oh, hilarisch. Dat is terug. Hoi allemaal, in deze aflevering van Puntje Puntje voor Suckers ben ik met Aaron en het gaat over Instagram. Yeah, let's go! In de serie voor Suckers ga ik een paar weken langs bij verschillende gasten om te kijken of wat zij doen ook iets voor mij is. Aaron, vertel even, wat doe jij op Instagram? Ik maak sketches op Instagram, eigenlijk filmpjes waar mensen elkaar in taggen wat grappig is. In deze video gaat Aaron dus mij en jullie een paar tips geven en manieren waarop je dit kan doen voor jezelf. Als je al een eerdere For Suckers hebt gezien, weet je dat we 5 tips voor jullie in petto hebben. En wat is de eerste? Hou altijd je telefoon bij je, ook al ga je naar de wc, want als je opeens een idee dat je denkt van oh, dit is leuk of hier ga jij je in herkennen, dan moet je dat kunnen opschrijven. Jij filmt met je telefoon, toch? Klopt. Loop je over straat en denk je, oké, ik moet nu hier iets gaan filmen en ik heb een leuk filmpje en dan kan Insta je het meteen... Insta-hit. Als er wat gebeurt, dan heb ik gelijk, yeah, let's go. Oh my god, ja, dit is het. Dat is dat leuk? Ja, dit is het. Tip 2 is dat je altijd social media en gewoon van alles om je heen in de gaten moet houden. Ga Instagram even doorscrollen, kom je iets tegen wat leuk is. Zo kom je ook de trends tegen, precies. De actuele, bijvoorbeeld ook het nieuws, daar kan je weer op inhaken. 3 is bedenk herkenbare situaties of onderwerpen, zoals bijvoorbeeld school. Daar kan iedereen zich in herkennen vanwege het feit dat iedereen op school heeft gezeten. Dit heb ik niet geleerd. Jeetje, wat is dit makkelijk! Waar ben ik aan begonnen? Pff, hoe lang nog? Gelukkig ben ik hierna klaar. Zoveel nog! Als ik dit goed maak, ben ik binnenkort weg. Yes! Oh, misschien had ik gisteravond maar niet verder moeten gaan Netflixen. Zo, ik ben er klaar mee. Die was echt leuk, hè? Nou, ik ga helemaal los. Wat kut! Lois, verlos ons. Wat is tip nummer 4? Oké, tip nummer 4 is dus, je moet verschillende typetjes hebben, verschillende gekke kleding en wat is nog een andere stemmetjes. Bijvoorbeeld, kijk dit filmpje maar waar ik lekker aan het hijgen ben. Nou Daf, we moeten er maar aan geloven. Kom, we gaan hardlopen. Ja, is goed. Let's go. Kom maar, Ron. Ik kom eraan. Rem maar vast. Na al het filmen moet je natuurlijk het filmpje in elkaar editen. En ik edit met iMovie. Op telefoon, toch? Yes, ja. Allemaal op een telefoon. Daarna ga je het natuurlijk op Instagram plaatsen. En dan moet je een goede caption bedenken, zodat mensen elkaar gaan taggen. Zoveel mogelijk. De caption moet dus super pakkend zijn, ja, eigenlijk. Als je die niet erbij hebt, dan... heb je het eigenlijk voor niks gemaakt. Okay. De perfecte caption. De verschillende typetjes onder een toets en dan emojis, dat is altijd belangrijk. Tag zoveel mogelijk klasgenoten die je hierin herkent. Hell emoji. Het is een ja. Yeah! Ik hoop dat jullie dit een leuke en leerzame video vonden. Ja, misschien heb je er wat aan. Ja, en misschien ga je zelf nu initiatief nemen om het te proberen. En als je dat doet, laat ons weten. Tag ons. Ja, oh my god, please. En vergeet natuurlijk ook niet Aaron te checken op en zijn YouTube kanaal. En natuurlijk zijn Instagram. En dan zien we jullie de volgende keer wel weer. En doe een duimpje omhoog en abonneer een beetje back. Tot de volgende keer. Doei. Je hebt gefilmd? Ja. Want de manier waarop jij danst, is hoe ik mij voel. Zorg mij voor, baby. Oh.